In onze zoektocht naar hoe we klimaatverandering kunnen tegengaan, kwamen we tot een schokkende ontdekking. Die wil ik graag met je delen. We dreigen te blijven zitten met miljarden aan onbruikbare investeringen in gasinfrastructuur. Juist nu dat we zien dat er een vernieuwde drive is om klimaatverandering aan te pakken. Om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden, mogen we in 2050 geen CO2 meer uitstoten. Maar tot die tijd hebben een transitiebrandstof nodig om de overstap van vervuilende steenkolen naar schone wind- en zonne-energie te maken. Daarom zijn politici vandaag in de ban van gas. Nou, waarom is gas een goede transitiebrandstof? Nou, ten eerste, fossiel gas is, is niet CO2-neutraal, maar het is wel schoner dan steenkool. Ten tweede, een gascentrale kan makkelijker aan- en uitgezet worden. Dat is wel zo handig als je moet inspelen op steeds meer opwekking via zon en wind. En ten derde, met gas zouden we minder afhankelijk kunnen worden van één leverancier, nu vooral Rusland, maar er zijn alternatieven. Zo dat klinkt als een goed verhaal. Energiebedrijven als Shell zetten hun gewicht erachter. En juist dan moet je opletten. We lieten het uitrekenen door wetenschappers. Zij berekenden dat als we onder de 2 graden opwarming willen blijven, ons aandachtig gas in de energieconsumptie langzaam in moet krimpen en dat het in 2050 bijna helemaal verdwenen is. Dan de praktijk. In 2016 consumeerden we in de Europese Unie met z'n allen 466 miljard kubieke meter aan gas. Ongeveer een derde hiervan komt uit de EU zelf, denk aan Groningen, en de rest, 300 miljard kubieke meter, per jaar, wordt geïmporteerd. In deze grafiek zie je dat we op dit moment in de EU twee keer meer importcapaciteit hebben dan we gebruiken. Even rustig aandoen met bouwen aan gasinfrastructuur, zou je denken. Maar dat is niet het geval. Er zijn nog allerhande plannen om de importcapaciteit verder uit te breiden. Er wordt gebouwd aan Nord Stream, aan een zuidelijke gascorridor en aan allerhande havens voor de import van vloeibaar gas. Met al deze geplande infrastructuurprojecten komt er maar liefst 58% aan capaciteit bij. Dan hebben we dus straks een infrastructuur. Voor gasimport die ruim drie keer groter is dan dat we nodig hebben, terwijl we juist moeten afbouwen naar 2050. En wie betaalt dat? Dat zijn energiebedrijven, maar ook EU-landen en buitenlandse overheden en de EU zelf. Die projecten zijn peperduur. De optimistische schattingen voor de bouw van die zuidelijke gascorridor voor Azerbeidzjaans en Turkmeens gas. Die komen in de buurt van 35 miljard euro. En dan is het pas klaar in 2020. Bij het plannen van deze gasprojecten gaan ontwikkelaars ervan uit dat een pijplijn op zijn minst 50 jaar ligt. En dat terwijl we eerder al aantonen dat we in maximaal 30 jaar van het gas af moeten. Conclusie, bijna de helft van die investeringen en subsidies gaan in rook op als we ons tenminste aan onze klimaatafspraken willen houden. Maar het probleem is nog groter. Naast de gasimport via pijpleidingen komt er ook vloeibaar gas binnen via enorme gastankers op zee. Ook daar zien we een enorme overcapaciteit. En dat geldt ook bij de opslag van gas. De totale gasopslagcapaciteit in de EU is in de afgelopen zeven jaar met 20% gestegen, maar de totale vraag naar gas daalde in diezelfde jaren met 16%. Gevolg. Opslaglocaties draaien ernstig verlies. De voet moet van het gas af, dat mag duidelijk zijn. En zo gaan wij dat aanpakken. Ten eerste, stop de subsidies voor fossiele gasprojecten. Gas speelt maar een hele beperkte rol in de duurzame economie van de toekomst. Ten tweede, energieonafhankelijkheid bereik je niet met het aanleggen van meer pijpleidingen naar landen met loesje regimes onafhankelijkheid bereik je door zuiniger met je energie om te gaan en door zelf energie op te wekken. 3 In Nederland stopt die miljardenverslindende bouw van de gasgotonden. Die miljarden kunnen we zoveel beter inzetten voor infrastructuur voor een North Sea Grid, een netwerk van windenergie tussen de landen aan de Noordzee. En 4 dat private bedrijven nog steeds miljarden investeren in gasinfrastructuur dat komt omdat er te weinig duidelijkheid is over de toekomstige rol van gas. Daarom moeten we zo snel mogelijk een Europese klimaatstrategie voor de lange termijn ontwikkelen. Dan zal iedereen zien dat de rol van gas beperkt is. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen het echte verhaal achter onze gasverslaving horen. Deel deze video met je vrienden.